Hallo beste kijkers en welkom bij deze nieuwe Weekend League video. Het is alweer een weekje geleden en de vorige week had ik zelfs maar één video gemaakt wat een live filmpje was. En daar had ik dus maar 3 wedstrijden gespeeld. In totaal had ik maar 5 wedstrijden in de Weekend League gespeeld. Ik was namelijk een weekend weg. In dat weekend dat de FUT Champions was. Dus kon ik niks spelen en daardoor heb ik dus eigenlijk een heel weekend overgeslagen. Wat niet heel handig is voor mijn maandelijkse ranking. Dan moet ik eerlijk bekennen dat het mij vaker eerder gaat om de weekly rewards dan de monthly rewards. Omdat de weekly rewards gewoon tradable zijn en de monthlies eigenlijk gewoon in je club zitten. En 9 van de 10 niet eens heel handig zijn te gebruiken. En degene die wel handig zijn, die krijg je ook gewoon heel vaak niet. Bijvoorbeeld, ik wilde die Balla en Nainggolan. Heb ik uit 24 kansen niet gekregen. En heb ik in de plaats daarvan van de handige, heb ik Alonso in vorm gekregen. En Gray. Die waren wel wat lower rated, dus de kans was hoger dat je die haalde. Maar meestal is degene die je echt het liefste wil, is onmogelijk om te krijgen. Vergeet ook niet de vaste video te liken en ook meteen op het belletje te klikken. Ik zie bij Koen heel veel teambelletjes staan en bij mij komt het ook steeds meer in de reacties. Dus klik op dat belletje naast de abonneerknop en dan weet je meteen wanneer ik upload en dan krijg je een notificatie op je telefoon. Weet je meteen wanneer er een nieuwe video is, wanneer er een nieuwe weekend leak is, nieuwe scoreboarding challenges. In ieder geval, als er een nieuwe video van mij komt, ben je dan meteen vol op de hoogte en dat is natuurlijk altijd lekker. Dan kan je nieuwe filmpjes van mij kijken. Dus klik ook meteen op dat belletje als je dat natuurlijk nog niet gedaan hebt. En we gaan in deze video 5 vragen weer beantwoorden, waarvan de eerste waarschijnlijk de allerbelangrijkste is, namelijk of ik mijn Weekend League een keertje wil livestreamen. Nu heb ik daar een aantal voorbereidingen voor getroffen. Ik heb nieuwe dingen in huis gehaald, vooral een nieuwe router. En ook nieuwe snelheden, zeg maar. En nu vraag je je af, hoe kan je in godsnaam nieuwe snelheden in huis halen? Nou, ik had dus een klein probleem met mijn internet, waardoor ik heel lage internetsnelheid haalde. Dat heb ik aangepast. Nu haal ik heel hoge snelheden die goed genoeg zijn om te kunnen livestreamen in volop 1080p 60 frames per seconde. Dus ik ga binnenkort een beetje sleutelen om te proberen om te kunnen livestreamen. Dus kunnen jullie waarschijnlijk binnenkort in de tijdspan van een paar weken mij een keer live zien op Twitch. Ik ga denk ik niet op YouTube livestreamen, maar wel op Twitch. En dan zal ik gewoon een linkje op Twitter zetten of weet ik het wat. Of ik upload op YouTube een filmpje dat ik live ben. Jullie weten in ieder geval wanneer ik live ga. En dan mis je eigenlijk niks, ondanks dat je alleen mij volgt op YouTube bijvoorbeeld. De tweede vraag is, Matthijs, kan je dubbel tappen met een penalty? Ja, dat kan. Dat doe ik zelf heel graag. Het werkt precies hetzelfde als bij een gewone penalty of met een gewoon schot met dubbel tap. Je schiet gewoon 2 keer heel kort met de schietknop en dan schiet je hem heel zachtjes het doel in. En heel vaak duikt de keeper eroverheen. Alleen als je specifiek naar onder mikt met je stickje, dan duikt de keeper ook zelf naar onder. Maar zoals ik al zeg, heel vaak schiet je hem erin en dan schiet je hem alsnog gewoon onder de keeper door. Ik gebruik het zelf heel erg graag en het is een heel effectieve manier om je penalties te benutten. Dus het is misschien een keer het proberen waard of het voor jou werkt. De double tap penalty. En misschien scoor je daar dan wel steeds vaker je penalties. Want het is toch een belangrijk deel van de wedstrijd als jij een penalty kan scoren. Als je niet scoort, ben je namelijk al flink flink genaaid zijn, want dan krijg je bijna altijd pech naar mijn mening, want je zit een beetje van, ah shit, ik heb hem gemist. En dan gaat het bij jou helemaal fout. Of je krijgt 2 longshots tegen en verliest op die manier een wedstrijd, dat is ook een mogelijkheid. Deze wedstrijd was voor mij persoonlijk heel frustrerend. Ik had 10 schoten zoals je zag en maar 4 op doel. Daarvan was het niet dat ik 6 keer een longshot miste. Het waren echt schoten binnen de 16 die er in 1 keer vol op 5 meter naast vlogen. Het was heel jammer dat die kansen niet benut werden. En daardoor had ik eigenlijk gewoon een wedstrijd verloren. Dat mijn kansen enorm misgingen. En dat hij ook 2 longshots had. Die voor mij nog altijd mijn zwakke punt zijn. De longshots ben ik heel slecht in het verdedigen ervan. Dus daar moet ik echt aan gaan werken. Ik moet daar iets meer gefocust op verdedigen. Dat mensen geen ruimte krijgen om uit te halen van afstand. En het is voor jou ook belangrijk dat je van jezelf weet wat je minpunten zijn. Waar je minder goed in bent. En waar je dus ook wat beter in bent. En voor mij is dat dus de longshots. En daardoor had ik dus die wedstrijd verloren. En had ik eventjes een wake-up call van, hey, let op Matthijs, je kan die wedstrijden nog best makkelijk verliezen. Zorg gewoon voor dat je geen longshots tegen je krijgt. En dat je ook je kansen onder de eens een keer afmaakt. Want dat is ook een heel groot punt bij mij. Waarom ik heel vaak toch heel weinig goals score, ondanks mijn schoten. Mijn afmaken wat toch op de Xbox in één keer wat beter gaat dan op de PlayStation. Ik heb een soort van fases. De ene keer gaat het op de PlayStation beter dan op de Xbox. En dit weekend tot nu toe heb ik heel veel moeite met afmaken op de PlayStation. Een beetje vreemd, maar we moeten het er maar gewoon mee doen. Want ja, de Weekend League gaat gewoon door. Door de derde vraag, is de Squad Building Challenge van SBC Elliot waard? Zoals je ziet gebruik ik hem nu op de PlayStation. Hij kostte mij
een kleine 100k, volgens mij niet eens. Ik denk 90k of 85k zelfs maar. Dus voor mij was hij heel goedkoop. En ik vind dat hij de 85k enorm waard is. Dus een goede center attacking mid. Het enige probleem wat ik met hem heb is zijn 3 sterren zwakke been. Je kan niet veel doen met zijn linker. Met zijn rechter is hij stukken beter. Hij kan goed passen. Hij is ook nog redelijk snel en sterk. Alleen vind ik dat er wel beter aanvallende mids zijn. Ik vind Kevin de Bruyne nog altijd fijner. En 88 Eriksen vind ik de allerbeste cam in de bak, dus Premier League. Maar als we voor prijspunt gaan, hij is 85k. Het is toch een paarse kaart die best makkelijk te halen is. Vind ik toch die zijn prijskaartje waard is. Ik hoor van velen dat hij heel goed is. En ja, hij scoort hier ook een paar keer toch wel in een wedstrijd. En hij pikt zo nu en dan een doelpuntje mee. Dus als je dat ziet aan de gameplay van, hey, hij lijkt mij wel een speler voor mij. Je kan hem zeker gebruiken. Ik scoor hier zelfs een keer met zijn zwakke been, wat ik net zei dat het heel slecht was. Dus hij kan het zelfs met zijn linkerbeen. Misschien niet zo goed als zijn rechterbeen, maar toch, hij kan het wel. En je denkt misschien, hé, hey, het is een leuke speler. Ik zou hem gewoon unlocken. Hij is het zeker waard, tenzij je misschien maar 100k in totaal hebt. Dan is het een beetje zonde om daar 90k aan uit te geven voor één speler. Namelijk Dele Alli, een player of the month. Je ziet hier 19 schoten tegen 3. Ik liep deze man best wel omver. En dan gaan we over naar de Xbox. Ik wilde namelijk een keer iets anders doen. Ik wilde 6 games de PlayStation laten zien. En 6 op de Xbox. Dit is mijn team op de Xbox. Ik gebruik Suarez, de 94 versie. En je gaat zien waarom deze video de Suarez Show heet. Hij is belachelijk goed. Hij heeft voor mij op dit moment een 12 wedstrijden, 25 doelpunten gescoord. En ik vind Suarez gewoon altijd de beste spits. Of in ieder geval één van de beste spitsen in het spel. En die sluit goed aan op mijn vierde vraag. Namelijk, wie vind jij de 3 beste spitsen in FIFA? En dan moet ik zeggen dat daar nu Suarez bij gekomen is. Hij is belachelijk goed. Zie je dit soort hoeken? Hij maakt ze gewoon feilloos af. Hij is nog redelijk snel, redelijk sterk. En hij maakt gewoon alles af wat in zijn pad komt en voor het doel verschijnt. Daarom vind ik hem sowieso in de top 3 horen. Ik vind ook Dybala 100% de top 3 horen. En dan de derde spits. Moet ik eventjes denken. Ik denk dat Aubameyang is. Of Ruud van Nistelrooy. Eén van de twee. Die zit toch wel in mijn top 3. Dus dat zijn mijn 3 topspitsen. Dus Ruud van Nistelrooy. Wat zeg ik nou net? Ik ben het gewoon helemaal vergeten. Suarez. En dus ook Dybala. Dat zijn mijn 3 topspitsen met Aubameyang die een beetje gelijk staan met Ruud van Nistelrooy. En dan kreeg ik dit moment. Ja, ik stond 2-0 achter door 2 aparte doelpunten. Want bij het eerste doelpunt kopte ik eigenlijk de andere kant op dan waar hij heen ging. In de plaats daarvan kop ik hem half richting Butland. Onderschept hij de bal en schiet hij hem erin. Maar het maakt niet uit. Ik ging volop op de comeback. En die lukte hier. Suarez, linkerbeen, maakt hem niet uit. Gas! In het netje. Scoort de 2-2. Gaan gewoon lekker verder. We houden het daar niet bij. We willen natuurlijk de winst pakken. En voor het einde van de eerste helft zijn we van een 2-0 achterstand naar een 3-2 voorsprong gekomen. En maakten zelfs 4-2 van binnen 45 minuten van de wedstrijd. Dus we waren goed op weg richting een overwinning en een mooie comeback. Maar we gaan eerst nog eventjes de laatste vraag beantwoorden van deze video. En dat is de vraag: waarom koop je van de gewone spelers nooit hun in-form versie? En ik ben daar niet de enige die een probleem mee heeft. Maar ik merk gewoon dat in-forms vaak niet zo goed spelen als hun gewone versie. Je verwacht er meer van. En daardoor ga je denk ik te veel focussen op de kwaliteit van die speler. En spelen ze vaak slecht. Er zijn weinig in-forms die ik echt goed vind en beter dan de gewone kaart. Variant of voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Squad Building Challenge Emre Can. Je hebt de in-form Gray vind ik heel fijn. Maar je hebt bijvoorbeeld in-form Manolas. Die vind ik enorm slecht. Inform Nainggolan vind ik niet veel beter dan een gewone kaart. Inform Kante vind ik niet fijn. En zo zijn er genoeg andere varianten die ik niet fijn vind als ik een Inform versie haal. Vandaar dat ik niet Inform Martial ga halen, want zijn gewone kaart is al supergoed. Dus het is onmogelijk dat zijn Inform beter gaat worden dan zijn gewone kaart. Tenzij anderen die mijn video's kijken hem al gebruikt hebben en toch echt het tegendeel tegen mij beweren. Dan wil ik hem best een keer gebruiken. Hij kost nu 400k namelijk. Is op zich best betaalbaar. Voor een kaart die mogelijk net zo goed is of beter hopelijk. Want daar betaal je wel voor. Dat is een gewone kaart. Dus ik hoop dat hij heel goed is. Maar ik ga hem voor nu niet halen omdat ik gewoon heel bang ben dat hij slecht is. Ook gaat er momenteel een kleine mythe rond in FIFA. Namelijk een glitch die al sinds FIFA 11 in de game zit. Dat als jij een in-form versie van een kaart hebt en je komt tegen een speler, een tegenstander, met de gewone variant van die kaart, dan krijgt die gewone variant de stats van de in-form. En dat klinkt misschien een beetje onduidelijk. Ik ga er even een spelervoorbeeld bij pakken. Stel, ik haal nu in-form Martial en ik kom tegen iemand die de gewone Martial heeft. Dan krijgt zijn gewone Martial de stats van in-form Martial. Dus jouw tegenstander krijgt eigenlijk gewoon een gratis upgrade. Dit is getest bij Brozovic. Iemand die gebruikt de Brozovic in-form of second in-form volgens mij zelfs. En die komt daarna tegen iemand die de gewone Brozovic had. En die gewone Brozovic kon ineens een skill move die alleen maar kan doen als je 85 dribbling hebt. Dus hij had de stats
van de Second in vorm. In ieder geval, dat was zijn aanname. Het is ook een glitch die er al in zit sinds FIFA 11. En het is nooit eigenlijk opgevallen tot het nu in één keer weer opdook op de forums van FIFA. Op de fora. Volgens mij is het meervoud van forums, fora. In ieder geval, Nederlandse mensen, jullie zullen het vast wel van mij goedkeuren. Maar het is volgens mij fora. In ieder geval, daar dook het ineens op. En ja, daar is nu het gerucht wat rondgaat. Daar komt dus bij, omdat iedereen nu met deze Barclays Premier League Weekend League Martial gebruikt, is het voor vele tegenstanders een gratis upgrade als ik Inform Martial zou halen en zij dus eigenlijk dezelfde stats krijgen als mijn Inform Martial. Maar natuurlijk, het kan ook gewoon bullshit zijn. Maar toch geloof ik in dit geval op dat bijgeloof en ga ik hem niet halen omdat de gewone kaart toch wel heel goed is. Is voor mij echt de mini Ronaldo. Dit is wel de ene laatste wedstrijd. 2-3 gewonnen toch nog. Het was al verdiend, maar het was een enorm benauwde wedstrijd voor mij. En het scheelt niet heel veel. Ik had zelfs nog gewoon de extra tijd gaan. Dan had je nog makkelijk de wedstrijd kunnen verliezen. De laatste wedstrijd was wel wat makkelijker. We scoren de 10e minuut de 1-0. Ga daarna door met Eriksen. Die een enorm goed schot heeft en 5 sterren zwakke been heeft. Dus zo'n kans maakt hij wel af. Hij schiet de 2-0 erin. En 10 minuten daarna komt hij weer Suarez door. Hij is goed, zoals hij hier weer laat zien. En hij scoort ook de 3-0. En daarmee wordt de eindscore bepaald. Hij ragequit. En zo winnen wij de laatste wedstrijd van deze aflevering met 3-0. Dus mooie resultaten. In totaal 11 wedstrijden gewonnen. 1 verloren. Ben ik tevreden mee. Ik hoop dat je deze video leuk vonden. Vergeet het niet te liken. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Later mensen.